Ja, ik ben van heel ver moeten komen. Ik was eigenlijk zeg maar een soort baby in een volwassen lichaam. Ik moest alles weer leren. Ik kon niet praten, ik kon niet slikken, ik kon niet eten. Now I'm trying my best to move on. Ik heb een middenoorontsteking gehad. En die is in tijd van 3 dagen is die mij naar binnen geslagen, mijn hersenen in. En daar heb ik een hersenvliesontsteking gehad. Mijn hersenen zelf waren ontstoken. En ze hebben mijn oren helemaal moeten reinigen. Dus mijn oor is eraf geweest. Mijn schedel is gelicht in 3 stukken. En de prognose was dat ik 5% kans had om te overleven. Maar dan zou ik niet meer dan een kasplantje zijn. En nu kan ik zeggen dat ik helemaal medicijnvrij ben. Ik hoef niks te slikken. Oké, we kunnen uit. Ja, maar lopen. Want ik werkte bij de bank. En daar was ik projectleider van grote financiële projecten. En ik ben nu weer begonnen om te werken bij Albert Heijn als vakkenvuller. En ja, dat vind ik erg fijn. Ja. Goed drinken, hoed op, ja. Zonnecrème, al die dingetjes. En ook wat belangrijk is voor jou, goed eten. Beter als gisteren. Lia loopt met mij mee, omdat ze mijn buddy is. En zij faciliteert eigenlijk op de punten waar ik zelf niet in staat ben om de Vierdaagse te lopen. Ik ga hem uitlopen, al is het op het tandvlees. Maar ik ga hem uitlopen. Hoe belangrijk is dat? Voor mijn verwerking in het ziekteproces is het heel belangrijk. Want je kan dan ook weer ergens een punt achter zetten.